Hoi, Hoi! leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag zijn we met z'n tweeën en Marlies is erbij, want Kamara is er nog niet vrij. Wat hebben we al gedaan? Ik heb de kozijnen geverfd en de ontbijtjes gedaan. En jij? Ik heb de plaat geschoven en de paarden van de wei naar de plaat gedaan. En de merries zijn ook binnen, want die moesten eten. En dan heb ik het ponyuurtje gedaan, maar dat is nou klaar. Ja, en dus zometeen mogen de ponies lekker los in de bak. Ja, wat? En oh ja, ik ga het even laten zien, want ik heb gisteren dus... Ik heb gisteren... Hoi. Ik heb dus gisteren de staarten van Safira en Tommy gewassen. En ik wil even laten zien hoe zacht ze zijn. Tommy staat nog in de stal. Ja, ik ga het heel even laten zien. Kijk, Tommy kwam al gelijk naar me toe. Verducht is, anders ontsnapt hij. Nou, Tommy. Laat je staart maar eens zien. Oh. Nou, zijn staart was heel vies en nu is hij heel zacht. Ja, oh, Tommy die draait om. Laat me je staart zien. Hij is nu alweer een klein beetje vies, hij poept erin denk ik. Maar hij is nog steeds super zacht. Kijk. En die van Safira is ook gewassen, die laat ik even laten zien. Kijk, daar staat Safira. En Safira heeft vaak wat moeite met haar staart op te tillen, dus die wordt vaak vies. Ja! En kijk. Nu is die helemaal mooi schoon en heel zacht. Fabian, voel maar aan de staart. Wauw. Hij is heel schoon. Wow, hij is echt schoon. En heel zacht. Top. Het is echt heel zacht, maar Fabian doet net alsof het sarcastisch is. Nee, het is wel zacht. Ja, papier, hij is heel zacht. Maar hij is goed schoon, dat wel. Ja. Hij was echt heel vies. En die van Tommy was nog viezer, dus die is nu nog schoner. En die van Tommy is ook zachter. Wie is jullie lievelingspony? Laat het hieronder weten in de reacties. Ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ja, laat het allemaal weten. Ja, spam je lievelingspony in de reacties. Ja, inderdaad. Dan gaat Fabian overal op reageren. Ja. Loopt? Jawel, nu kan je niet meer terug. Ja, oké. Ik zal mijn best doen om overal op te reageren. Oké, dus als je in de reacties je lievelingspony achterlaat, dan gaat Fabian een persoonlijk berichtje achterlaten. Ja. En nu kan je niet meer terug, nu moet je het doen. Ja, oké, is goed. Dus zorg dat er 100 berichtjes komt, dan heeft Fabian wat te doen. Ben ik heel lang bezig, dan wordt het helemaal van die korte berichtjes. Leuk, 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 ja. Nee, ja, het moet wel een berichtje. Ja, nee, oké, is goed. Deal? Deal. Zo, Lotte die is hier Quickie aan het opzadelen. Want Lotte heeft, oh ja, dat is misschien leuk, hij heeft een buitenritje zo meteen. Zie je Quickie aan het opzadelen. En Marlies en ik, daar is Marlies, hebben zo een lesje met Webby en Rico. Dus de tuig hangt hier al klaar. En die begint ook zo, moet zo meteen alleen nog even helpen met Lotte voor het buitenritje. En dan gaan wij het les doen. Ik zal kijken of ik misschien een klein stukje kan filmen. Dus we kunnen eens Lotte terug van de buitenrit. Lotte, hoe ging je buitenrit? Ja, goed. Heel leuk. Gelukkig. Dus dan, oh kijk, daar is Quickie. Komt het even al je zeggen. Ik hoop dat het is gefilmd, maar... Oh ja, voor de GoPro. Dus nu gaan de merries... Gaan ze, daar is Marlies met Nancy. Gaan ze terug naar de plaat bij de rest. Gaan ze lekker eten denk ik, lekker chillen. En dan de veunetjes erbij, want die, moeten natuurlijk, die kunnen natuurlijk nog niet mee op buitenrit. Die moeten even gescheiden worden. Oh, en dit lukt niet met één hand. Oh jawel, grapje. Nee, het lukt toch niet met één hand. Kijk dan, ik heb het hek daar open gedaan. En hier zo staan nu de merries. Dus de merries mogen nu lekker naar de wei toe, dus dan gaan we ze even halen. Kijk, ze staan er allemaal. En met een zweepje doen we ze zeg maar een beetje extra begeleiden. Het is eigenlijk een verlenging van onze arm en dan doen we ze zeg maar zo in een groepje naar buiten. Kom op dames, hop! Kom op! Hop, hop, hop! En als meeste gaan ze inderdaad een drafje. Hop, hop. Kom op. Utopes.
dikke paardenbillen. Kijk. En nu staan ze dus, doe ik even het draadje dicht. En nu staan ze de hele avond. En morgen denk ik ook nog de hele dag lekker met z'n allen in de wei. Want morgen is het zondag en dan hebben ze een vrije dag. En dan kunnen ze lekker op het land blijven. Oh, dit onderste draad hier zo, die is kapot. Dus Marlies en ik gaan hem even maken. We hebben net Fabian gevraagd of hij de stroom even uitzetten. Anders is het niet zo lekker, denk ik. Voor ons. En nu moeten we even kijken hoe dit hier zit en hoe we het kunnen maken. Dus dat gaan we doen. Ik heb hem hier losgemaakt. Dus dan kunnen we gewoon vastmaken, denk ik. Hoop ik. Dus dan gaan we dat maken. Anders staat hij straks hier zo in dat veld en dat is niet zo de bedoeling. Oké, Thor, die gaat zo in de wei. En we hebben net zijn drinkbak gevuld. Daar komt Thor aan met zijn... Oh, heel bewegend. Oh, ik ben helemaal aan het trillen. Daar komt hij hoor. Kom aan! Ja! Oh, ik heb echt... Oh. Oh nee! Nou, het verloopt niet altijd even soepel. Maar hij is erin. Oh. Oh, hij heeft een waterbak! We hebben dus een waterbak gevuld omdat. Die hier bloed heeft een waterbak gevuld. Hij was. Maar ik hoop nu niet dat hij hem omgooit. Nee, dat hoop ik ook niet voor hem. Maar hij is gewoon nu heel blij omdat hij op de wei was. Helemaal happy. De pony staat zoals je ziet lekker in de wei. Ze staan nu alleen nog even in de bak. Maar Bart staat bezig met de shovel. Dus als hij klaar is, dan zet hij dat draadje open. En dan mogen ze er heel de wei heen lopen en eten. En daar zijn ze vast heel blij mee, zo te zien wel. Nou, hier is Fabian. En we zijn nu nog heel even de laatste ontbijtjes op klaarzetten. En de afwas. En we hebben een box met muziek. Hier zo. En we zijn afwas aan het doen. En de ontbijtjes klaar uitzetten dus. Het is nu de volgende dag. Lot en ik waren vergeten de vorige video af te sluiten. Dus bij deze bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hieronder op ons kanaal. Naar onze Instagram, Facebook te kijken. En alles te liken natuurlijk. En dan zien we jullie bij een volgende video. Doei! Doei.